Nou, ik moet zeggen, een heel goed, stevig juridisch betoog. Waarbij met name de issue van de voorbedachte raden en de issue van het medeplegen toch met jurisprudentie goed uitgerafeld is en daaraan gekoppeld is. De verschillende getuigenverklaringen die bij de krijgsraad en hier in het hoger beroep zaken die zich daar voltrokken hebben, de feiten, keurig op een rij is gezet, dat er geen andere conclusie mogelijk is dan dat in ieder geval de verdachte Bouterse medepleger is aan 15-voudige moord met voorbedachte raden, uitgevoerd na kalm beraad. Met name heeft ze dat geconcludeerd op basis van het feit dat er meer dan voldoende tijd is geweest om dat de heer Bouterse heeft kunnen nadenken op wat hij van plan was en wat hij uiteindelijk gedaan heeft. En dat er dus geen sprake kan zijn van een opwelling of een gemoedstoestand, maar dat hier duidelijk uitdrukkelijk sprake is van voorbedachte raden. En ik denk dat wat dat betreft we een goed requisitoor hebben gehad. Als ik naar u luister, zegt u, blijf bij uw onschuld. U bent onschuldig. Oh, jawel. Kan u zich wel terugvinden in bepaalde delen van het OM, die zijn aangehaald? Nee. Het OM begrijpt helemaal niet wat er aan de hand is, wat er is precies. Kunt u 1 minuut staan even voor ons? Even 1 minuut. Sta even. Ja, dus het OM? Ja, het OM begrijpt niks, zegt u. Zeg, ze begrijpen niet precies waar het om gaat en leggen de nadruk verkeerd. Okay. Last van de nadruk. Meneer Bouterse, men vraagt zich af, wat zal er met de NDP gebeuren, mocht u opgesloten of opgepakt worden? Nou, ik heb er eerlijk gezegd niet over nagedacht. De NDP is een sterke organisatie, dat gaat verder. En als ze me oppakken, zou ik zeggen, ik rook morellen, dus als je maar voldoende van me brengt. Dus die mogelijkheid bestaat? Die mogelijkheid bestaat? Ach, we hebben zoveel dingen gezien de afgelopen dagen en de afgelopen periode die onmogelijk waren, die toch mogelijk zijn geworden. Dus why not? Bereidt u zich daar dan ook op voor? Oh nee. Zal u de laatste dag wanneer uitspraak wordt gedaan in deze zaak aanwezig zijn? Als ik in de gelegenheid ben, wel ja. Hangt er helemaal vanaf. Sorry hoor. Was er vanmorgen heel vroeg. Ja. De OM was aan het woord en ik uit beleefdheid wilde horen wat zij te vertellen hadden over mijn gedeelte. En dat is nu achter de rug. U zal zich buigen voor wet en recht? Jawel. En? Oké. En uw achterban ook? Voldoende voor. Als hij nog een paar geven als hij zich bij het geheel? Hallo, het is zo goed. Relax. Hoe Jezus! Op de!
Mooi. Trek hem uit, mannen. Zo. Bedankt voor jullie morele ondersteuning. En de power. Hey. Jij mag letten. Abo. Hey, de president. Ja? Deze reed de laan op boter, zo. Zo, we hebben hier de heer Akin Botto. Jee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 
Zo. De heer Wouters is uitgestapt om de mensen die hier komen zijn. Alles goed, president. Alles goed? Ik ga niks twisten. Alles goed, toch? Ga niks twisten. Oké. Okay. Bedankt. Ja, Mori. Wel thuis. Groet die vrouw voor me. Zal ik zeker doen. Oké. President Boutersen! I'm going to go to the hospital.